En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van mij hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, ik film met mijn mobiel momenteel, want ik heb mijn camera bij me. Maar het probleem wat ik al de hele tijd had met mijn memorykaart, ja, dat is nu helaas de bittere waarheid geworden. Ik heb problemen met mijn memorykaart. Ik ben al 3-4 keer bijvoorbeeld opgenomen. En 3-4 keer schijnt mijn camera ermee uit. Fout op de SD-kaart geeft hij aan, weet ik voor allemaal. Terwijl ik hier eventjes heel erg op moet passen dat ik niet doodgereden word. Maar ja, ik kan dus even nu filmen met mijn camera. En dat terwijl ik morgen, of zaterdag eigenlijk. Ja, zaterdag is het. Ja, zaterdag wil ik nog de grote vlog gaan opnemen. Ja, als dat... Als de camera het niet doet, dan moet ik dat helaas uitstellen. Ik ben in ieder geval, nu ben ik in ieder geval in Noordwijk. En ik zou hier, hierachter zou een park liggen. Maar daar ben ik heen geweest. Maar helemaal niks. Ik kan helemaal geen park vinden. En het enige wat je ziet hier is van die stinken villa's. Ik heb toch al een hekel aan rakenlijstfiguren. Maar allemaal van die villa's allemaal. En er is nergens een pad naar het park toe. Dus ik denk dat het gewoon een privé park is. Of weet ik veel wat het is. Maar het is in ieder geval hemelvaartsdag. En ik moest even hier wezen. En toen dacht ik bij mijn eigen van, nou, dan ga ik wel een leuke vlog opnemen. Maar ja, zal weer net zien dat het weer niet lukt. Hè? Het gaat dan weer net niet door. Jammer hoor, jammer. Dus neem ik maar even heel even snel dit op. Ja, het is even niet anders. Ik kan er geen andere chocola verder van maken. Dat eigenlijk een lange mooie vlog moeten wezen. Ik kwam hier al aan. Toen zag ik op de parkeerplaats dat alle parkeerplaatsen bezet waren. Dus naar het strand hoef je in ieder geval niet te gaan. En dan loop je hier in Noordwijk, jongens. Dan loop je hier ook. Ja, dat is allemaal heel erg leuk. Maar ik had toch liever een mooi bos gefilmd. Dus ja, je kan dit wel weer zeggen dat dit weer een mislukte vlog is. Hè? Ja, af en toe dan heb je het wel eens. Dan heb je wel eens van die mislukte vlogs. Vlogs die even niet lukken. Vlogs die eventjes. Ja, dat het niet zo gaat zoals jij het wil. En dat heb ik nu dus ook. Ik moet even kijken dat ik mijn hand elke keer op de camera leg. Maar die vlogs heb je af en toe wel eens. En die heb ik nu ook. Maar in ieder geval, ja, zijn we even aan het filmen. Ik weet echt mijn god niet waar ik loop. Ik wil weer terug naar de auto, maar ik weet niet waar de auto is. De auto moet even ergens daar liggen. Ik heb hier ergens die auto neergegooid. Op een of andere straat. Ik heb expres even gevraagd. Van joh, is het hier betaald parkeren? Nou, dat was het gelukkig niet. Dus ik kon gewoon mijn auto neerzetten. Eindelijk is er een keer een plekje waar je wel je auto neer kan zetten. Want... ja, het is ook gewoon hartstikke druk. Iedereen is gewoon thuis, lijkt het. En het lijkt wel dat ik heel Noordwijkse familie en schoonfamilie uitgenodigd heb. Want er is echt geen parkeerplekje te vinden. Ja, hier toevallig. Maar in ieder geval krijg ik al mijn klauw van de telefoon. En ik ben lekker vrij. Het is alleen even balen dat mijn camera er naar me uitgescheiden is. Dus ik hoop dat dat eventjes... oplost, want ik wil eventjes zaterdag wil ik eventjes kijken of dat ik die mooie vlog kan opnemen van mijn geheime tripje met Kevin. Maar ja, als mijn camera het niet doet, ik ga zo naar huis toe, dan ga ik kijken wat er met de SD-kaart aan de hand is. Dan moet ik maar even kijken of dat ik hem kan redden en ook de spullen die erop staan, dat ik die kan redden, want waar stond die klerenauto nou ergens? Ik had die auto had ik weer ergens neergepleurd. Maar waar ik die auto nou ergens neergepleurd heb, dat weet ik niet meer. Maar niet hier in ieder geval. Het was ergens aan een lange straat. Dus we gaan nou maar weer teruglopen naar de auto. En dan ga ik weer naar huis toe. Onverrichte zaken, jammer genoeg. Helaas, ja, hetgene waar ik voor kwam, dat heb ik wel gedaan gelukkig. Dat is me gelukkig wel gelukt.
Maar ik denk, nou, als ik nou toch hier ben, kan ik gelijk een mooie vlog opnemen. Maar ja. En de locatie die is mislukt. En op een gegeven moment, ja, de plek waar ik dus... waar ik dus Google Maps op afgestuurd had, die kon ik niet vinden. Toen kwam ik bij een hek, toen dacht ik van, nou, misschien kan ik daar nog naar binnen kruipen, maar dat is gewoon een verboden toegang, dus dat ga ik niet doen. Dat gaan we niet doen vandaag. Dus het is nou even zoeken waar de auto staat. En dan gaan we weer op weg naar huis toe. Het was ergens een lange straat ergens met en hier zijn allemaal van die oude huisjes. Dat waren best wel nieuwbouwhuisjes waren het. Daar had ik die auto ergens neergegooid. Ik zie daar iets van een huisje staan, dus ik ga nog even een beetje rondkijken. In ieder geval ben ik lekker vrij, heb ik lekker vakantie, eventjes 2 dagen. Even in ieder geval na vakantie, 2 dagen vrij. Dus, ga ik even lekker uitrusten. Op mijn gemakkie, dat is wel lekker. Maar, ja, hier heb je dat zogenaamde bos weer. Nou, waar heb ik die auto nou ergens neergegooid? Ik ga gewoon weer teruglopen, ten mij het verrotten. Of kan ik hier lopen? Even kijken. Hier kom ik weer langs die, langs dat ding. Als ik nou bij dat hek weer kom, dan ben ik in ieder geval waar het is. Ik denk dat ik nog een klein stukje door moet lopen. Dit is de grote weg trouwens. Oh, daar is het. Daar had je zo'n soort ophaalbrugje. Toen dacht ik van, nou, dan kan ik daar heen. En dan kan ik daar filmen. Maar ja, verboden toegang. Ik ga niet, ik ben niet zo urban explorer dat ik verboden treinen op ga. Ja, en de rest is het hier allemaal villa-huizen. En hier zit je aan de grote weg, dus ik denk dat ik toch maar eventjes weer terug ga richting auto. En dan ga ik bij de auto even kijken of dat ik... Zo, god zie bijna. Ja, ga ik maar even kijken of dat ik weer terug kan vinden. Ik ben benieuwd in ieder geval. Ik hoop dat mijn SD-kaartje het nog is, nog doet. En ik hoop ook dat die vlog nog gered is, want er stond nog beeldmateriaal op van de vorige vlog. Dus ik hoop dat dat gelukt is. Nou, jullie zien hier onderin, zien jullie wel of dat gelukt is, ja of nee. Maar ik heb ook zo bang, ik ben bang dat mijn SD-kaartje het gewoon begeven heb en dat ik gewoon een nieuw SD-kaartje moet kopen. Ik heb een droge bek, ben vergeten ook nog drinken, dat is ook nog zoiets, hè. Vergeten mijn drinken mee te nemen. Dus dadelijk ga ik eerst eens even langs de supermarkt of een benzinepomp. Ga ik even een blikje cola halen of een blikje energy, want ik heb echt een droge bek van hier te Tokio. Nou, hier heb je die poort weer. Daar zo heb je die poort weer. Dus, hier ergens had ik die auto neergepleurd. Maar waar ergens? Waar heb ik ergens die auto neergezet? Dat is Lijsterpad. Volgens mij had ik hem hier ergens neergegooid. Nou, en dan krijg je dus een vlog waar dus alles mislukt is. Maar in ieder geval heb ik wel beeldmateriaal. Dat wel. Ik heb wel beeldmateriaal. Ja, ik zie mijn auto alweer staan. Gelukkig, ik zie mijn auto alweer staan, jongens. We zijn er weer. Nou, het is in ieder geval één ding wat gelukt is. Nou, nog het andere. Dus ja, even een heel kort vlogje van deze kant. 8 minuutjes. Ja, nou ja, het moet maar. Maar in ieder geval toch weer even een levensteken van mij. Dat ik er nog steeds ben. En ik nog steeds vlog. Alleen, ik ben benieuwd. Voor hoe lang nog met mijn oude kaartje dan? Ik moet gewoon weer een nieuw kaartje kopen. Ik heb gewoon een nieuw kaartje. En dan gaat het denk ik wel weer lukken. In ieder geval ben ik nu bij de auto. Ik zweet me eigenlijk helemaal kapot. En het is echt stom, want ik dacht, ik had mijn colafles nog apart gezet. Van joh, neem ik mijn colafles mee en tenminste nog wat te zuipen. Ja, maar gewoon mijn colafles thuis laten leggen. Echt weer super stom, hè. Dus nou, ik ga even kijken of ik nog ergens even anders op een ander plekje even kan filmen. En dan spreken jullie dadelijk weer. Tot zo. Zo, nou we zitten hier weer in de auto. We zitten in de auto en ja, een beetje raar beeld dit, maar goed in ieder geval. Ik moet die kant op. Oh my god. Niet te veel sturen, want anders is het sturenbeeld. Maar in ieder geval jongens, we zijn er in ieder geval.
We zitten weer in de auto, we gaan weer terug naar huis toe. Ik ben het zat. Ik heb geen zin meer. Heel de vlog in ieder geval is verziekt. Ik heb nog even gekeken. Volgens mij heb ik nog wel sommige... Nieuwe Hoffenweg, oké. In ieder geval heb ik nog wat spul. Heb ik nog... Constructiewerkzaamheden gebeld op de A4. Nou, fijn. In ieder geval hebben ze in ieder geval... heb ik nog een heel stuk van mijn memorykaart kunnen redden, volgens mij. Als ik het goed heb, want ik kon op mijn camera nog wel een paar beelden kijken. Niet alles. Dus... Het staat me nog te wachten wat er allemaal gaat gebeuren. Ik ben benieuwd of dat er. Dat ik alles heb kunnen filmen. Nou, we rijden weer over die weg heen waar ik er net dus liep. Bij die villa-huisjes. En. Ik ga niet verder meer zoeken. Ik ga lekker naar huis. Ik ben het zat. Ik heb even de airco aangegooid. Ik weet niet of dat je een beetje blaasgeluid hoort. Als je blaasgeluid hoort, dan is in ieder geval lekker de airco. Want ik ben maar 10 minuten weg geweest of zo. En mijn auto is wel gewoon alweer een hele grote puinhoop van. Mijn auto is in ieder geval weer een hele grote kokende kookpot. Dus ja. Even lekker de airco, man. Dat is wel lekker als je auto met de airco. Eens even kijken. Als het goed is, gaan we nou dat achterlijke Noordwijk uit. Je wilt hier niet doodgewonden worden. Nou. Ben ik blij dat ik even niet in Noordwijk woon. Als je een godverdorie een leuke vlog wil opnemen, dan kan dat niet. Auto van 500 meter rechts aan de... Ja, nou maar eens even vijf tellen je mijl dicht. Vervelende, want ik krijg de haalbuien van. Ik krijg de haalbuien van. Maar in ieder geval jongens, ja. Dit was even de vlog eventjes. Ja, het was even een rare korte vlog eventjes. Maar in ieder geval ga ik nu weer onderweg lekker naar huisje toe. Kan je niet even vijf tellen in je mel houden? Je zit de hele tijd door mijn vlog heen. Echt super irritant hoor, dat je constant dat ding af hoort gaan. Nou, in ieder geval rijd ik nu Noordwijk uit. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even. Auf Wiedersehen. En druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groetjes van deze kant. Dit was de vlog in Noordwijk. Beetje korte vlog, maar beter iets dan niets, hè, zou Ramon zeggen. Groetjes, bye bye, hoi.